Kijk, hier ben ik in feite onderlagen een heel dynamisch register op het zetten. En het lijkt wel een soort action painting, maar het gaat er toch om dat je... Ook al is het heel dynamisch en energiek, dat je heel conscientieus een compositie maakt waar je later op doorgaat. Het lijkt misschien allemaal totaal verwacht, maar het is een opbouw. En die energie, die eerste klappen energie, die moeten erin zitten. De drager is gewoon het linnen, maar die energie is gewoon, die droogt, maar die blijft dynamisch. Het zijn mijn ogen en ik zie geen diepte, maar ik probeer diepte te suggereren, omdat ik eigenlijk maar met één oog echt kijk. Zo krijg je al een bepaalde onderlaag. Een soort natuurlijke toon, dat blauw mengt zich met geel, er wordt groen, dus je krijgt een soort natuurlijkheid erin. Dus ik probeer van mijn handicap gewoon mijn kracht te maken. Ik weet nog dat ik een schilderskist kreeg van een Spaanse schilder, die altijd een beetje om ons heen draalde toen we op vakantie waren. En ik was toch al veel in tekenen en ik vluchtte ook in die tekeningen. Op een of andere manier intrigeerde me dat al heel vroeg. En toen ik die schilderkist gekregen heb, ik ben op mijn 12e naar die schilder teruggegaan in Torremolinos. En daar heb ik een week of twee in de leer alleen gezeten en bij hem gelogeerd. En toen voelde ik toch al van, ja, dit, hier wil ik in door. Het is allemaal vergelijkbaar met ritme, met dynamiek, met muziek. Als ik drum zijn, gaat het om ritme, om beat, om metrum, maar alles draait om metrum. Tijd ook, om tijd is maar een afspraak. Het gaat om intensiteit. Ik heb heel lang getoerd in de muziek met Nederlandse coryfeeën en zo. Dulf van Bram van Meulen, heel lang in de muziek getoerd. Ook weer getekend, jarenlang kleine tentoonstellingjes met pasteltekeningen. En op een gegeven moment groeide ik naar de schilderkunst. Ik kreeg een atelier in het zeer beroemde Glaspaleis in Heerlen. En dat is in 1996 geweest, dus dat is toch al 19 jaar geleden. Maar toen was ik toch al 38. Ja, en toen stond ik in één keer een heel groot atelier en ik was gewend om op mijn zolder allemaal pastels te maken, autobiografisch, zwaarmoedige tekeningen, donker. Mijn zoontje werd plotsklaps geboren en op een gegeven moment kreeg ik een soort, net alsof de loudness in mijn leven aanging. Alsof alles groter werd, de angsten werden groter, maar de kracht om die te overwinnen ook. Toen stond ik in een groot atelier en toen ben ik maar met een lijntje begonnen, een lijntje. En langzaam is het gegroeid naar schilderkunst. Nou, het lijkt misschien alsof in de eerste laag het schilderij al bijna klaar is en af is en in zijn dynamiek gewoon, in die energie gewoon volkomen is en een soort volending heeft. Maar dit is voor mij gewoon de onderlaag en de basis van het liedje. Nou ga ik langzaam, laten we zeggen, ook in dezelfde dynamiek, maar langzaam richting rust schilderen. Dat, dus eigenlijk vanuit die chaos, vanuit die onrust, komt er langzaam een soort harmonie in. En dat gaat dan ook heel dynamisch en heel ritmisch en heel organisch, maar langzaam sturen mijn ogen dan dat richting een soort bijna universele klassieke harmonie. Stoppen is heel moeilijk, want ik ben dan zo driftvol bezig dat ik bijna over de top en dat ik zelf niet meer zie hoe ver ik ga. Dus een van de belangrijkste momenten van mijn schilderen is het stoppen met schilderen. Ik neem dan een dag afstand, kom weer terug en dan kijken we verder en dan zet ik de tweede laag en langzaam komt er een soort rust in het schilderij. Zonder dat de energie weg is. Kijk, iedereen heeft in zijn leven wel eens ups, downs, zware periodes en ik ben zelf ook wel eens af en toe uit de bocht gevlogen. Ook op psychisch gebied. En toen heb ik een soort cognitieve therapie gehad om wat meer zelfinzicht te krijgen. En dat zelfinzicht wat ik door die psycholoog kreeg, klopte eigenlijk precies met dat wat ik al voelde. Dus dat je aan de ene kant een ongelooflijke driftvolle onbeheerstheid voelt. En aan de
aan de andere kant een hele grote liefde in jezelf om die beheersheid te transformeren naar schoonheid, naar de zin van schoonheid, naar de zin van troost, naar de zin van... En dat is waarschijnlijk ook iets wat mij altijd als kind al zo getrokken heeft naar die schilderkunst. Want in die schilderkunst zag ik een soort paradijselijkheid, waar alles goed was. Maar ik zag tegelijkertijd de dynamiek van de bezetenheid, van de gedrevenheid, het beheerste temperament. En de olieverf die heeft een stroperigheid en een smeuïgheid die dus zo lustvol is om te doen. En daar gaat de tweede laag. En als je dan de tweede laag ziet, is het totaal anders dan als het acrylverhaal. Het luistert heel nauw. Het is bijna alsof je op een bekken heel rustig tikt. Deze erom. En zo ben je eigenlijk constant bijna schizofreen naar buiten toe, los, bijna op het waanzinnige af. En ook de beheersing naar de harmonie tegelijkertijd. En dat is de hele tijd is dat op dat touw lopen van, daar kan je links en rechts van afvallen. Dus er zijn genoeg valkuilen. En ik trap er ook heel vaak in, en dat is maar goed ook, want anders zie je ook geen strijd in het schilderen. Dan wordt het te makkelijk. Dus je komt alle fases van mislukking kom je tegen, waardoor het ook een soort struggeling wordt. Dus die energie die stolt, je ziet ook dat hier gewoon getwijfeld is. Of dat er soms gekozen is voor zekerheid, dan weer voor onzekerheid. Het blijft gewoon de hele tijd dat gevecht. En dan neem je afstand, dan ga je er weer naartoe. Het is een soort dirigentje spelen. Kijk, ik maak telkens dezelfde beweging, hetzelfde als met drummen. Mijn polsen zijn los. En je hebt dan de kans dat je over de top manieristisch werkt. En als ik dat voel, dan begin ik meteen heel agressief in te grijpen. En dan wordt het weer een struggleschilderij. Dus ik probeer dan telkens weer terug op het koor te komen. Als ik er dan links van afval, dan wordt het weer chaos. Dus je bent de hele tijd bij je bezig een balans te zoeken. En in die balans, in die hele dunne lijn van balans, daar zit de mooiste toon. Ik heb het meegemaakt dat mensen, en dat is geen pathetisch zweverig gedoe, maar dat mensen echt voelen dat jij jezelf op een bepaalde manier ontstegen bent. Ik ben maar gewoon dat schildertje dat schilderij maakt. Maar dat schilderij een soort autonomiteit in zich draagt die andere mensen weer kan raken. En op dat moment wordt het zinvol.